Hallo kijkers van Shine Sprites en van Gaming SB. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Bingo. Okay. We gaan het weer uitleggen, behalve dat we heel eventjes het raster weer even doorgaan. We moeten een egghatchen from the daycare. Wat kut. Die gaat nooit lukken. 18 verschillende berries. Wauw, die is ook kut. battle every trainer in each gym you enter. Moet zo om refreshen, want dit is alle drie kut. Heb je al gekeken naar winnen contest? Oké, dan refreshen hem. Oké, Crobat had je ook nog. Ja. We 99 hem. Van één item. Oké. Beautyfly in Dustox. Die is wel mooi. 10 Oranberries, die is ook wel te doen. Beat a Psychic with a Psychic type, ook te doen. Ook wel te doen. Mm-hmm. 3 Starter Dolls. Die is misschien wel moeilijker. Ja, volgens mij ook. Ja. Beat a Battle Tent. Oh, wie er is niet te komen. Win a Contest. Beat 2 Tropius. Beat all 8 trainers in route 103. A Ground, Flying and Fire type. Battle Beauty on Mount Chimney. Pokémon with Levitate. Make a secret base with at least 3 items in it. Dat is ook kut. Als je die 3 starter dolls hebt, dan kan je dat gewoon doen. Dat is waar. 3 different level 30 Pokémon. 30 Pokémon. Complete 3 trick house rooms. Cancel an evolution 3 times. Mag je dus 3 keer je starter niet evolven? Ja. Oké. Only teach 1 HM per Pokémon. Dus hetzelfde als wat we net hadden. Ja. Anorith or Lilip. Mm. Die is ook lastig. Ja. Oddish is wel lekker makkelijk. 4 type boosting items. Dus een magnet en dat soort dingen. Ja. Moet het 4 verschillende zijn? Denk ik of niet? Nee, dat staat er niet bij. Waar dacht je dan aan? Nee, ik dacht stel. Het is maar iets, hè. Maar stel 2 Mystic Waters bijvoorbeeld. Oh ja, nee, dat zijn de 2 verschillende dan, vind ik. Vind ik ook. A Pokémon with a 60 PP move, bestaan die? PP max en dan eentje met echt 35 PP of zo, 40 PP move. Oké. Elise, Nuzleaf, 6 verschillende Pokémon evolueren. Spelonberry, die ken ik niet eens. Nee. En een 99 van eenzelfde item. Dit is best een moeilijke kaart ook, hoor. Dit is echt een gevorderde kaart. Wat zeg je? Dit is een gevorderde kaart. Dus dit is gewoon waarschijnlijk... Misschien dat iemand een bingo krijgt. Maar het kan ook zo zijn. Ja, ik weet niet. We gaan tot 5:30 door. Dat is over 2:10. Ja. Laten we... Lekker lange video. Precies. Hey. Ik ga zo aftellen, ja? Ja. Oké. 3, 2, 1. Starting! Kut! Starting kut, nu in. Nou, vandaag ga ik niet... Oh, nu zien jullie ook. Wat is er aan de hand? Waar maak ik... Ik drukte dus op spatie en A, waardoor die naar mijn downloads ging. In Chrome, waardoor dus de ding eens even weg was. Nice. Doming. Maar dat is voor... En daardoor ben ik tijd verloren. Split seconding. No worrying. Kan gebeuren. Nou, I do be worrying, toevallig. Oh. I doing, being, worrying. Ja, Milan is zo slim, hè. Oh my god. Hij wist het meteen. Hij valt in gelijking. Maar ja, jullie zitten, ik denk wekelijks, met elkaar wat op te nemen. Dus Dan op een gegeven moment dan bouw je gewoon wat op, zeg maar zo'n band. En dan weet je van elkaar eigenlijk ook wat voor opmerkingen je kan verwachten. Hé, magisch. Is er iets waardoor je... Dus ook met die, wat was het? Die drifting. Blaming the drift. Die was zo ziek. Tegelijkertijd, ja. Ik weet niet of dit slim was trouwens. Misschien ook wel beter voor Torchic, want we moeten ook al een Seedot. Of een Oddish bedoel ik, en een Nuzleaf. Maar ik dacht, nee, ik ga voor de Grass type. Ja, dat is de verkeerde keuze. Zeg ik dan. Hoe kreeg je... Pokeball eens. Wat is idee? En de running choosing. Zo, de basis is gezet.
Dan gaan we nu in kijken en wat we vinden. Helemaal niks in, yay! Oh, Poker Center, dat is wat chill. Ik kwam zo'n koppel tegen in de SS nog wat, in die boot. Ah, daar kan je ze ook vinden. Staat die er nu weer in, nee. Koppel? Nee. Oh. That to be scaling, voor mij dan. Kijk, hier hoef ik helemaal niet meer naartoe. Oh, ik had echt Torch, ik moet kiezen. Setting. Ja, zeker. Je komt hier niet uit. Kut. Ja, weet ik heb nog geen pokeballs, dat vind ik het kutste wel, eigenlijk. Je weet hoe je ze makkelijk kan krijgen, hè? Ja, maar gewoon het begin doen. Yep. Oeh, dit is wel... Weet je waar het fout ging? Het begin doen. Begin niet doen, gewoon een shop enteren. Ja, maar die heb ik nog niet gevonden toevallig. Oei. Ja, dat is niet zo ziek. Hier eentje van. Ik heb al wel een aantal dat ik denk, ja, dat zou chill zijn. Als ik hem nu pokeball zat. Eens. Maar die heb je niet. Dus zal je bijgedragen en zal je blijven sparen. Sparen voor pokeballing. Oh, ik zeg al pokeballing. Ja, jij weet wel hoe dat werkt. Ja. Sorry. Heeft iemand je wel eens verteld dat je pit... Ja, dat heeft iemand je wel eens verteld. Dat ik vermoeiend ben toevallig? Ja, toevallig wel. Ja, dat zeg je dus elke dag. Nou, dat is dus vast waar. Hè? Als ik je spreek. Behalve op Twitter tegenwoordig, want blijkbaar ben je van Twitter af. Ja. Dat is wel setting een beetje. Maar ik begrijp de keuze soms wel, hoor. Ik bedoel, het is niet altijd even leuk op... Twitter is hartstikke leuk, want ik zit erop. Nog meer redenen? Nou. Eet mijn koekje wel. Zou je die met volle mond? Dat is niet heel net. Zegt hij opnieuw met volle mond. Mij ben je zo nee, verder gaat het wel goed hoor. Wat? Okay. Kom vechten dan. Nou, dan ga ik verliezen, dus doe maar niet. Ah, ja. Oh, nee. Ik ben zo'n slimme boy. Heb ik een Hariyama gevangen. En dan zet ik geen fucking safe state nadat ik hem heb gevangen. Ah ja, dat is erg. Oh, Tip, doe niet. Tip, zet wel een safe state. Ja, dat vind ik een hele goeie. Dus dat heb ik voor in het vervolg gedaan. Oh ja, ik was vergeten dat knock-off echt een hele kut move is. Ja, ik had zo net ook een Hariyama met Smelling Salt en knock-off. En Smelling Salt heeft dus heel weinig pp. Ik snap wel dat die Hariyama naar jou toe kwam dan. Omdat hij Smelling Salt heeft? Ja. Sander is toch wel de king of the salt? Dat moet je hem toegeven. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Ik hou wel van zout, man. Kijk, Kensling 3. Zout is wel lekker in. Vooral van die patatkes. Heb je dan liever gewoon zout of patatkruiden? Nou, ik ben wel eigenlijk meer van de gewone zout. Ja, ik ook wel. Maar vaak heb ik wel gewoon... Ah, kut. Ja, dan de weg. Dit ga ik niet overleven, denk ik. Heb ik dan patatkruiden gewoon thuis. Dat wordt gewoon gedaan. Ook wel lekker hoor. Ja. Accepteer ik ook wel gewoon. Is niet verkeerd. Oh, dit is wel ziek. Wacht, heb ik zoveel dat ik... Volgens mij net niet. Maar... Ja. Oh, ik ben zo slim. Slimme boy. Je bent zo slim, Piep. Een slimme boy. Kan ik er beter gewoon 3 kopen? Okay. Nu doodgaan. Oh, ja. Dit is letterlijk doodgaan. Groeien. Waarvoor ga je dood? Oh. Okay. Nog één keer dat doen en ik ben er.
Hoe kwam ik daar ook alweer? Hoe kwam ik bij de Victory Road? Kijk, ik moet namelijk doodgaan. Dus eigenlijk eventjes. Ja, Victory Road. Let's go! Victory Road. Nog, ik heb nog 3 coins. Wat ben je aan het doen? Probeer je nul money te hebben. Wacht even hoor. Wacht even. Ik ga het eerst doen, dan pas ga ik vertellen wat ik aan het doen ben. Nou, als je nul money probeert te krijgen, die staat niet op de kaart. Kut, we hebben die dingen natuurlijk veranderd. Wat een waterboy. Ja, echt. Ja, dat is kut. Auw. Ik weet zeker dat je Seedot hier kan vangen, maar ik kom maar niet tegen. Is Seedot wel 1%? Oh ja, mislief. Weet ik niet. Nou, ik denk, ik kom wel heel vaak lood daar tegen. Dus ik denk dat het een 1% is, ja. Mm-hmm. Oh, kut. Nou, maar even zo. 5, 6, 10, 1. Kom op, Loudred, zit even in de bak. Dat moet ik vaker zeggen. Dat werkt. Oké, dit is wat chill. It do be working. Working? Ja, working. Working. Work, work, work. Deze kan ik ook laten. Oh, Jezus. Oké, en welke is dit? Het wordt een Beautifly. Oké. Dat is prima. Maar ja, ik moet ze allebei hebben. En dat is. Wormpaw's Evolving, dat is wel ziek. Dat is wel ziek ding. Ja, oké. Okay. Heel ziek ding, zelfs. Nou, goodbye ing. Ah nee, wacht, dan kom ik hier. Kom ik hier wel uit? Niet daar! Ja, je weet wel. Waar ben je? Die ene plek. Oké, okay, ik kom wel. Oh, daar! Ergens terecht, ja. Ja, je weet wel. Die ene. Voila, die ene. Oh, dit is wel een mooie plek op zich. Even checken. Oh, dit is niet zo fijn. Als je... Of staat hier niet meer op? Dat je 3 evolutie... Of 6... Evolve 6 different Pokémon. Moet je dan echt evolven, zeg maar, neem ik aan? Ja, dat lijkt me wel, ja. Maar een stage evolution telt ook als 1, toch? Neem ik aan. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En... Ik weet trouwens niet of... Dus... Als je bijvoorbeeld van Cascoon naar Dusk zou gaan, dat telt. En als je ook al een Wurmple hebt, dat telt als 2, toch? Ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, ik kan die... Oh ja. Jij. Je hebt ook de cancel culture. Cancel culturing? Daar ben je wel fan van, of niet, Sandring? Wow, helemaal niet. Ja, bij Lil Kleine, Johan Derksen en Mark Overmars of zo, weet ik het. Johan Derksen. Noem nog meer Pokémon. Of Pokémon. Mensen op en dan wel, ja. Hij cancelt Johan Derksen in. Tuurlijk. Waarom niet? I don't know. Ik geef er geen neuk om. Die guy geeft genoeg redenen om gecanceld te worden, dus. Ja, nu zit hij heel erg dik in de reet van, hoe heet die kerel ook alweer? Ik vind hem zo oninteressant dat ik ook zijn naam even niet meer weet. John de Mol, dat was het. Oh ja. Hij zit even dik in zijn anus, zodat hij wel kan blijven bij Talpa. Verbaas me niks. Of Veronica, whatever. Nee. De grote boze man, hè. Dus. Met heel veel geld. En mensen met veel geld zijn sowieso groot en boos. Ja, meestal wel. Er zijn kakkers. Oh, nee. Niet evolven. Ja, anders, sorry, ik was even tegen mijn Pokémon aan het praten. Jullie mogen wel je Pokémon evolven als jullie dat willen. Ja, dat ben ik wel van. Sta ik gewoon open in, hè? Kijk. Ja?
Ik hoef het zelf niet, maar als jullie dat wel willen weten, moet je gewoon doen. Jij bent zo'n gunning boy. Jij gunt ons. Ik ben heel inclusive. Inclusive. All inclusive. Oh, je bent zo'n hotel in Turkije. Je bent all inclusive. Oh, dat is wel heel zief. Of lief. Fuck. Nee, ik ben wel lief, ja. Ja, ik zei heel zief. Dan zie ik van, hè, wat? Dat is heel ziek en heel lief bij elkaar. Ja, heel dat ziek. Dat ben ik ook. Bij elkaar. Bij elkaar geraapt zoortje. Ja. Toevallig wel. Oh. Wacht, waar is dit? Dit is in Victory Road waar ik nu ben. Granite Cave. Oh, maar het is daar boven. Dat is altijd zo kut. Of toch niet? Moeilijking. Ja, zeker moeilijking. Waarom moeten ze nou niet even gewoon meewerking? Ja, dat zoek ik ook. Zij don't knowen wat meewerking is, ing. Oh, is dat het? Meewerking, heel moeilijking. Oh, kut. Overleef? Sad. Moet ik weer... Ja. Nou, dat... Niet sad zijn, Nando. Daar word ik sad van. Ja. Yo, Gust. Dat is zo'n normal type move, toch? Nee. Nee, weet ik. Ik was aan het joken. Joking en de boking. Het was zo'n joken, volgens mij. Een joking. Ja. Dat vind ik wel leuk. Hoe kom ik terug naar het begin? Want ik wil dus eigenlijk weer zo'n worm. Ah, en dit keer... Oh, je moet dus ook bijhouden hoe vaak je people hebt geëvolved. Ja, dat is... Ja, maar als je naar je party kijkt en je weet wat je... in welke vorm gevangen hebt, dan zal dat niet heel lastig zijn. Ik begin een beetje te twijfelen of je Seedle hier wel kan vangen. Moet meekijken, want ik moet alsnog zelf ook Seedle vangen. Ja, deze moet je dus niet bevangen, want dat is Ash, of dat is Ash Ketchum, Red. Ash Ketchum. Nee. En dat is alleen in Kaizo. Ah, fuck. Dit is de Oras Dex. Ik moet deze hebben. Ah, fuck. Grass. Waarom is Seedot ook zo'n nutteloze Pokémon? Omdat hij dat leuk vindt. Ja, echt. En dat accepteren wij niet. Er staat helemaal geen knopje voor de encounter rate. Dan moet ik naar... Nou ja. Yo, Potion. Hij staat wel 102. Welke route ben je aan het kijken? Ja, dat begin ik nu ook heel erg af te vragen. Kijk, je hebt 102, 117 en 120. Kuts. Ja, ik keek op route 102. Oké. Okay. Is op zich positief, alleen dat ik het feit dat ik dan nog geen Seedle ben tegengekomen is dan wel een beetje heftig. Hier heb ik die Oh, wacht, dit is Gen 6. Gen 3. Seedle-ding, 1% encountering. Ja, dat zat er wel in. Ja, die had ik zo net ook amper tegengekomen. Dat is niet zo'n, zo'n toffe kut, encountering. Kut, ik heb amper gesavings. Oh, gelukkig heb ik die Pokecenter. Het scheelt, want ik weet waar die is. Yo, ik kan gokken? Ja, man. Ziek. Ja, daar ben ik ook geweest. Dat vind ik echt een hele fijne plek. You love kwijtraking de geld? Ja, I love losing all my money. It's my part-time job. Kutzooi. Oh, ik had moeten save stating. Save stating, altijd goed ding. Ja, moet je het wel doen. Ja, dat is de kunst. Daar heb ik ook vaak moeite mee. Kut, nu ben ik in... Nu ben ik in een hele andere plaats. Misschien is het ook wel gunstig, maar... Dat weet je nooit. Dan kom je pas aan het einde achter. Ik had ook niks met Trick Room. Roomhouse. Ah, fuck. Tarmabal. Stom deze man. Hearthstone, dat is één. Boosting typing iteming.
Fireball. Volgens mij is er nog één. Ik heb even nog zo'n Wurmple nodig. TM12. Oh nee, Pokeballs eerst. Ik kan wel zo'n Wurmple hebben, maar... Een Magneting. Oké, dat is al 2 type boosting items. You're ignoring me. Nee hoor. Sorry. We zijn naar jou aan het luisteren, maar ik kan niet aan veranderen. Nee, niet jij of jullie, maar de fucking NPC die zegt dat. No. Ignoring me. You need to come nou, back. Nou, ik doe best van niet hoor. You not talking to me. You talking to me. Hola, you need to talk to me. Oh, hoi Phoebe. Ik ga weer dood. Hoi Poebe. Oh, Poebeer. Ik hou ook geen coins meer over, joh. Coins? Of monies. Oh. Monies, kabooming. Mobbing monies, wat heb jij? Cancel oh, me. Maar ik zie wel dat jullie ook echt Chal. Nog weinig hebben. Dat scheelt. Net zo weinig als jullie. Ja, 1, 2. Ja, meestal ben ik degene met het minst. Ben ik dus nu ook nog steeds, technisch gezien. Maar... Oh, ik dacht dat dit de berry shop was. Yo, Steven? Jij ook hier? Stefan, Steven? Deze guy? A quick claw! Je bent zo'n snelle klauw. Waar ben jij? Weet ik. Nee, ik loop toch altijd achter in de avatar lock? Dat is waar, ja. Daar is niks aan geliegd. No lying allowed. Geliegen? No lying allowing. Ik had ooit op school een vak genaamd liegen. Ja? En wat deed je daar dan? Nou, het is dus heel anders dan dat je verwacht, want het ging over licht en geluid. En dat noemen maar de ze afkorting, liegen. Maar de afkorting was dus liegen. What the fuck? Dat is niet gewoon dat ze het vak gewoon licht of zoiets noemen. Nee. Ah, ik zit vast hier. Ik zit letterlijk vast. Oh, heb ik ooit wel gesaving stedingd? Ik hoop het niet. Volgens mij echt geen één keer. Wat voor setting? Helemaal terug bij die Loudred. Setting. Oh. Dan moet ik die ook cancelen natuurlijk. Dat heb ik in deze versie nog niet gedaan. Je kan hem nog fixen. Zie, ik loop weer achter. Maakt niet uit, het is maar één ding. Eén ding, niet belangrijk. Als ik gewoon. Maar hoe kan je opeens die niet meer hebben? Waarschijnlijk heeft hij niet goed bijgehouden. Ik heb. Zeg maar. Nu een safe state. Van toen ik nog een Wurmple had. Oh. Ja. Dus zo doe ik dat. Nou, hij is wel fair in ieder geval. Ja. Was ik dat maar niet. F. Kijk, ik heb al een ground en een fire type. Nice. Ah, fuck, double battle. Ah, en ik heb natuurlijk een fucking cup Pokémon voorop. Doe maar week veel kust. Hoe kwam ik nou ook alweer bij die healing? Ding. Ik kon hier ergens healen. Ja, kijk. Hey, ik heb nu wel 4 Pokémon. Nice. In plaats van 3. Revive. En 1 coin. Yay. Oh, trouwens, 3 different. Ah, oh, Torkoal is pas level 28 gezet. Hij moet wel level 30 precies zijn, toch? We moeten over level 30 zijn. Dat weet ik niet. Wat willen jullie? Ik denk het een beetje een gedoe is om een level 30 exact te hebben. Vind je niet? Ja, als je... Ja, wat vind jij, Sandring? Oh, trouwens, die ja, ik zou zeggen, als je hem, ja, of je moet doen, als je hem onder de level 30 gevangen hebt en dan omhoog hebt gewerkt, maar dat is ook best lastig. Dus
Ja, dat zou dan de bedoeling zijn. Ja. Voor het grootste geval, denk ik. Ik vind het allebei goed, overigens. Oké. Okay. Zullen we gewoon doen ze van, yo, als je hoger hebt dan? Dan, ja. Hai, dat is goed. Doen we dat ding. Doen we dat ding. En dan doe ik weer save stating. Of, Oké, 1. Oh, misschien moet ik nu... Ah, dat was niet. Dat was. Oké, werkt. Als het werkt, dan werkt het. Oké. Ah, fuck. Waar ik heb dat dan weer gesloten. Zo kan ik healen. Oké. Oh, trouwens, misschien kan ik hem wel halen. Ja, dat, ja dat wordt een beetje lastig. Oké, 2. Shit. Jerry. Oké, gaan we weer. 3, oké. Oh, ja, dan heb ik hem weer. Dat hebben jullie niet gehoord. Nee, dat hebben jullie oprecht niet gehoord, want het kwam er niet uit. Jawel, ik hoorde het wel, ding. Oh. Val me nog mee. Mm-hmm. Is niet erg, ging. Nou, niet stem shamen, jongens, in de comments. Ja, ik zag jullie al typen, Jordi. Ja, Jordi altijd met stem shamen. Ja. Doet hij altijd. Ja. Echt, je kunt hem gewoon ook niet tegenhouden, eigenlijk. Pakken je wel maar terug. Ja, hè? Ik accepteer hem nog steeds. Dat is waarom ik zo'n lieverd ben. Dat vindt hij wel heel en fijn. En hij niet. Ja, nee, grapje. Dat is dan weer niet zo lief, dus dat klopt eigenlijk niet met wat ik zeg. Beetje dubbel op. Doubling hopping. Hopping. Oh, Cascoon. Oké. Ik heb zo'n vet coole Pokémon in. Maar je moet vet gewoon dus Pokemon, drie level of drie Pokémon vangen met een hoger level dan 30, zeg maar. Ja. Ja. Okay. Dat is mooi. Kabooming. Ik heb zo'n Kyogre boy. Heb jij een Kyogre dat boy? Dat meen je. Nee, ik heb een Kyogre boy. Heel Zeking. Nee, ik heb geen Zeking. Nou, dat was wel heel Zeking geweest. Die had ik. Okay. Net, het deed net genoeg zetting. Bijna weer een evolutie. Moet er weer een shattering vinding. Kijk wat. Oh, dit is. Wacht, hier ben ik al een keer geweest. Nee, dit is een. Oké. Oh. Is dit de enige plek waar je die dingen kan kopen, of het is een mat? Kut is dat nog of kut is in deze gen? Ik dacht dat je in de markt de starter dolls kon kopen, maar die zijn er in needing. Nee, dat meen je. Waar moet je die dan kopen? Ja, dat heb ik nog niet gegoogeld, dus. Oké. Leer weer wat nieuws, the more you know. Precies. Ja. Het you is do be learning every day, toch? Of zo? Every day I'm shuffling. Every day I'm shuffling. List of dolls. Ik denk, staat hij op dex volgorde? Nee, hij staat niet op dex volgorde. Dan moet ik er doorheen. Met kip. Oh. Mudding Kipping. Oh, ik weet al waar Sander mee bezig was. Oh. Wat? Jij was in coins in koping, zodat je de pokedolls kon kopen, Ning. Nee, ik was toen echt gewoon blut aan het gaan, als je dat bedoelde. Oh. Oh. Nou, oh ik ja, dat is waar ik dacht echt. Ja, inderdaad, toen ging we stuk. Ik dacht echt dat die er nog op. Nou, dan weten jullie het. De Game Corner voor 1000 coins. Oké, wat was die ook alweer? Malville, maar de Warp Randomizer. Dus succes met de inga vinden. Ik hoop dat iemand van jullie zou verspreken.
Ik heb hem dus wel gevonden. Dat was voor de save state, zeg maar. Dus ik heb geen idee of ik hem nog kan vinden. Ja, ik... I do not know. Ik heb het niet gezien in ieder geval. Never. Als jij zou zeggen waar die was, wat je niet moet doen. Over, nee, dan zou ik het ook niet dan zeggen. Dan zou ik wel weten of dat een ding is. Als ik het wist, zou ik niet vertellen, maar ik weet het niet. Oh, je weet het ook ook. Nee. Dat kan ook natuurlijk. Dat is ook een optie. Mm-hmm. Optieing. Zekering. Optieing, breding. Oh, niet eens twee leveltjes. What the freaking? Ah, fuck me. Nou, liever niet, denk. Ah, niet? Nou. Wow. Setting. Godver. En dan ga ik hier dood. Wie wel dan? Milan? Ik doe daar geen uitspraak over. Wie? Wow. Is Secret Lover. Secret Lover. Daar weet ik nog niet eens van. Ja, dat is zo secret dat het een secret is. Loving around. You do be loving. Ja. Net zoals dat brood. Ja. Het vliegt ook of rond. Meat. Ja, meat kan ook natuurlijk, ja. Oké, okay, Marston. Flaming throw ring. Waarom doet hij dat nou weer dan? 1, 2, dat is 3 evoluties. In de pocketing. In de pocketing. In de pocketing. Heel poggers. Kijk, een ground type heb ik al. Dus. Nee, ga weg. Nee, ik blijf wel even. Even hangen. Het wordt leuk morgen op werk. Pursuit, maar nu je vader dingen hebt, mag je wel komen werken? Nou, dat is een beetje tricky, want toen mijn broertje het had, mm-hmm. moest ik naar de GGD om het te laten testen. Mm-hmm. Nou, en ik was negatief. En negatief, weet je wel, van die DJ, mm-hmm. negatief, dit is een DJ die zo heet. Als jij het ken ik niet, maar leuk, leuk, mm-hmm. ja. Zal wel. Maar ja, nu hij het heeft, ja, hij zei tegen mij, ja, ga het maar niet zeggen. Want dan moet je weer naar de GGD en dan mis je weer een dag. Dus ja, ik denk dat ik misschien dat ik morgenochtend even een testje doe. Just to be sure. Dat zou ik misschien wel doen voor de zekerheid, maar inderdaad, snap ik wel wat je vader zegt. Mm-hmm. Ja, want anders mis ik weer een dag, weet je. Dat godverweren, poebeer. Ik kom alleen maar poebeer tegen. Ik zit weer een beetje in zo'n endless loop. Ja, ik zit met poebeer. Elke keer als ik een deur pak, dan zit poebeer erachter. Wie is poebeer? Poebeer, ja. Phoebe. Oh. Ja, ik snap hem nog steeds niet. Ik vind hem wel oké. Okay. Goed bedacht. Goed bedacht, ding. Houdt ze van honing dan? Ja, ik denk het wel. Oh, wacht. Dit is een hele fijne plaats om gevonden te hebben. Yo! Heb ik nog een goede TM's? Okay, Iron File, saving stating, slot 1. Yeah! Oké, Wurmple. Wees even de andere guy. En niet de Dustox guy. Please. Hi, let's go. We gelijk dit. Dat zijn kut games. Dat zijn kut games. Je zei toch let's go? Of oh ja, ik... ja. Maar niet op die manier. Oh. Kudding. Nee, dan moet ik weer helemaal die kant. Setting. Man. Nou, ik had wat bedacht. Nee, iets gevonden waarvan ik dacht, oeh, dat kan ik wel gebruiken. Dan moet ik weer helemaal terug een hele cutscene weer gaan bekijken, omdat ik geen save state heb gezet. And shit happens. Maar echt. Oh, fuck. Ik had gewoon nog iets kunnen doen voor een vakje. Nou ja, komt zo wel.
Oké, gaan we weer. Doet het gewoon weer. Oké, maar ik heb mezelf niet. Nice, heel ziek. Kut. En dan gaat het naar de tyfus. Soundproof, lekker in. Gaat goed in. Level 7. Kut, sorry, een kerstkoen. Fuck. Ja, dat had ik dus niet nodig. En die is op. Oh, nu heb ik de boost. Oké. Ga ik opnieuw zoeken naar Kabooming. Wat heb je ter kabooming, hè? Ik heb gym 5 gedaan, dus nu heb ik surf. Is Krijg je ook meteen surf? Ja. Nice. Alleen je wordt wel op een random spot weer gedropt. Dat is het enige nadeel. Doe die maar surf. Hoppa. Maar ik dacht, ja, is best wel handig. Dan zeker handig. Kan ik nog wat meer bezoeken. Ja, ik zit alleen met... What the fuck? What the fuck moet ik voor gaan? Oh, nu ben ik weer Paddleburg Woods. Weer zo'n whirlpooltje vinden. En dan erachter... Of een kerstkoe vangen, dat kan ook. Dat is misschien wat handiger. Even kijken. Ja, dat zou ik wel doen. Ja, ik spreek uit ervaring. Had jij een zilkoe gevangen? Had jij eens twee whirlpools gevangen en allebei zilkoen? Ja. Nee, kerstkoen. Oh, oké. Okay. Oh, twee kerstkoens. Ja. Setting. Maar ik heb nu opnieuw een whirlpool gevangen. Nu wordt het hem. It better not be... Oh, ga ik dood. Dat was een... Better ook niet, Tom, maar... Bettering. It bettering not being a kerstkoening againing. Ja, dat helaas. Dat snap ik. Sinterklaas in. Oh, wat de fuck? Zei je helaas in? Ik zei helaas in, maar als jij er weer wat anders van wil maken, Sander. Sorry, ik hou gewoon van Sinterklaas, is mijn boy. Oké. Ja, mag dat? Nee. Nou, blijkbaar niet dus. Oké, nou dan niet. Altijd leuk als de huistelefoon afgaat. Ja, I love it when the house telephone goes breed. Okay. Of doet hij niet breed? Priep. Oké, nou, ik heb de itemings voor de secreting bezig. Zilkoen! Ja. En dit keer heb ik wel een zilkoen. Misschien hadden jullie het door, maar... Nice. Dat is wel goed gedaan, Ing. Zeker goed gedaan, Ing. Oeh. What the f... Oké, nou... Eens een leveling up, Ing. Waar gaat dit met... Oh. Het is ook wel maar een subetting, maar... Hé, hey, doe ik Whirlwind. Dat is dom. Kijk wat ik allemaal dingen doe. Hey, gym 1. Waarvoor heb ik gym 1 nodig? Weet ik niet. Waarvoor heb jij gym 1 nodig? Nee, niet dat ik hem nodig heb. Gaan we weer door. Oh, jammer. Ik dacht, misschien is het handig, maar ik zit niet echt wat. Toch niet. Oh, trouwens, als ik deze Zubat vang... Oh ja. Dan heb ik er weer eentje. Maar ik wil ik niet. Ik heb nog twee pokeballs. Oké, kijk. Hoezo, waar heb je een Zubat voor nodig? Voor de flying. Want dan heb, ja, kan ik deze afvinking. Hoppa. Oh, wacht. Kaulodon, Beautifly is ook flying type. Ja. Godverdomme. Oh ja, je hebt ook al die typings. Nou ja. Welke was dat? Waar staat die? Oh, ground, flying en fire. Oh, dat zijn ook wel typings die ik niet heb. Waar had ik nou? Oké. Lekkering. Ja, die had ik ook veel eerder kunnen hebben als ik gewoon niet dom deed. Maar spoiler, deed ik wel. Spoilerino alert. Ja, misschien moet ik het voortaan eerst zeggen. Ach ja. Maar... Oh,
Oké, lekkering. Shit. Oké, levitate, Ordish. Kan ik die vinden? Saving by the belling. Zeker. Niet bij de belling gaas, want dat is kut. Ah, nee. Ik voel het verkeerd. Oh, hier. Hier was ik de vorige keer ook heel veel. Ah, deze heeft de ring net terug. Oh jee. Beautiful eye. For fuck's sakes. Oké. Kut trappings. Oh, is hier niet... Heeft Shepard... Mr. Disrespect. Godverdomme. Ik kan niet typen. Dat weet ik niet. Geen zin. Heeft hij... Elite 4. Insomnia Frisk. Dit. Moet ik echt zo'n gaslighting. Ik weet dus niet of je die hier ook kunt. Gaslighting zit niet in de gaming. Nee, dat dacht ik al. Dit moet een andere spooky. Shepherding. Welke heeft dan levitate? Jullie hebben hem ook al beide. Ik weet het echt even niet. Ik heb Kledel. Kledel, ja, maar die heb ik niet. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nee, dat weet ik. Godverdomme. Waarom zitten al die Elite 4 gastjes bij elkaar? Even zien. Dat vind ik niet leuk, Ink. Ja, ik niet zo leuk, ik vind Ink. Ah, fuck, en dan gaat de experience. Deze gaan we niet doen. Oh, wacht, ground? Oh, ik heb zeker geen poke... Oh, ik heb één pokeball. Ja, dan moet ik per se nummel, dan heb ik hem wel in één keer. Dan hoef ik niet. Norman, oké, dat is chill. Dan krijg ik pokeballs. Van Norman? Denk of niet. Ja, van Wally, toch? Nee, dat krijg jij niet. Krijg je dan geen pokeballs? Nee. Dat dacht ik. Nee. Shit. Oh, dit had ik ook gewoon. Nee, klopt. Daar krijg Wally pokeballs. Ja. Maar ik kan niet lezen. Blijkbaar. Rotting. Inderdaad. Waarom heeft deze wel flamethrower? Oké. Nu heb ik die ook. Hatsikidee. Oh, dit is wel, ja. Ik kan wel op zich gaan kijken wat hier is. Wacht, heb je hier niet? Nee, dat zijn Kyoto's. Een Reggie. Die niet nodig heb ik. Oh, had je niet ook iets met een bike? Oh nee, dat was... Nee, vorige. Een andere. Dat is altijd wel een lastigste als je twee achter elkaar doet. Yep. Dan zit je nog in die andere... Maakt dus ook niet zoveel uit welke ik doe. Leuk, fijn. Ja, doe maar. Torkoal, ik dacht eventjes, dat is ook ground, maar dat is helemaal niet waar. Nee. Dat is een pure. Oh, wacht, ik heb niet eens de evolutie geteld. 2, 4, 5. Kijken. Oh, ik moet nog één. Oh ja, wacht, ik heb 1, 2, 3, 4, 5. Oh, net niet. Netting, needing. Zeker netting, needing. Kun je hier niet in en dat het dan ook gaat healen? Dacht ik. Jammer. Oh. Laat ik ook even een keer saven. Dat is altijd verstandig. Van mijn fouten. Altijd verstandig. Ja, ik heb ook van mijn fouten geleerd. Want ik heb die ene opmerking nog niet gemaakt. Diveball. Toen we begonnen. Leuk. Goed zo. Maar aangezien je eraan refereert... Nee, dat telt niet. Niet in telling, vind ik. Zeker niet in telling. Ah, oh man. Ik weet niet waar het over gaat, overigens.
dat ga ik niet zeggen, want dan zeg ik het. Dan wordt Milan echt boos. Ja. Hij is nu al boos. Ja. Woest. Ja, is hij zelfs je al. Je voelt het al aan, hè. Ja. Ga vast over Jamper. Vermoeiending. Dat je Jamper niet de leukste Pokémon ter wereld vindt. Dat denk ik, dat het daarover gaat. Ja. Ja. Ja, klopt. Oh ja, ik heb fucking surf. Jack Path. Yo, call me Slugma. Heel ziek. Call me Slugma. Kom, that's what the deck says. So here's my number. 218. En call me Slugma. Nummer. Oké, als het goed is kun je... Ja, kijk. Oh, ik kan niet. I got a Nummel. Maar Nummel is zeker nog geen... Jay. Is Nummel ook al een ground type? Nee, hè? Denk ik niet. Jawel. Nee, weet ik niet. Ik volgens mij wel. Oké, dat is Tropius. Ja! Hij moet je hem ook echt in je team hebben? Nee, je moet er twee verslaan. Of wat bedoel je? Waar heb jij het over, Sander? Over die typings. Ik doe hem wel even gauw. Ja, je moet hem, je moet hem gewoon hebben gevangen, vind ik. Ja, je moet hem gewoon hebben gevangen. Oh, in that case. Die ballen die true Oh, jullie hadden het over die Tropius in. Nee, ik niet. Maar Milan wel. Ja. Move items? Icebeam. Hoeveel moest je... Als ik Kyogre had, was dat wel handig geweest. Oh, ik weet niet. Ja. Ik kan het proberen, maar ik weet niet of ik erin mag. Weet ik veel. Die. Oké. We zijn hier weer. Let's. Oh, je moet het dan met anderen. Oké. Normaal, die. Eigenlijk moet ik even die guy voorop. Oké. Dan zet ik hem alsnog niet voorop. Dat is dom. Oh. Dat is niet heel handig. Inderdaad, ik. We zijn ook zo slim, heen. What the fuck, maat? Ik snap hier echt helemaal niks van. Die? Weet je waar ik niks van snap? Dat ik gewoon elke keer bij dezelfde soort steden kom, zeg maar. Oh ja, dat is wel... Ik snap dat ook niet. Oké, hier kan ik verder niet zoveel mee. Dat is jammer. Oh, dat was dat. Nou, ik moet eventjes... Oh, hier. Ik weet alweer hoe je dingen... Oh, maar dan heb je ook die coin case nodig. Ja, dat is kut, hè? Ja, dus dan kun je wel dat hebben, maar... Nou, heb je niet zoveel aan. Hier, even het C-steentje, anders dan weet ik straks niet meer waar ik ben. Oké. Welke ik moet doen. Geef mij die Pokeball. Oh yeah. Oké. Okay, oh dit... yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ik wil bijna een transitie doen naar. Oh, je bent een drol. Wel van dezelfde artiest, maar nou. Mag niet hetzelfde liedje. Mag ik even zeggen dat. Wat wou ik zeggen? Oh ja, dat ik 3 share golds achter elkaar raak. Nice. Is dat tegen lagere Pokémon? Want in bepaalde gens is het dat als de Pokémon lager is, dat het een guaranteed hit is, hè? Vandaar. Got it. You got it. Maybe she's got it. I'm your penis. Yo, Claydol toch? Had Levitate.
Heeft Kledel ook Levitate? Oh, dan heb ik twee Pokémon's gevangen met Levitate. Yeah. Wacht. Eerst checken. Kledel. Ja, oh, guaranteed ook. Kabooming! Oké, Lekkering. Shedding. Nee, Lekkering, zei ik. Nee, voor mij. Met, wat kan er, ik was iets aan het doen. Ik dacht eventjes, hoe kan het dat ik eentje niet heb, terwijl we allemaal 5 punten hebben, maar één iemand van ons heeft Beatropius. Ja, dat ben ik. Ja, maar jij hebt de level 30 niet. Nee, klopt. Maar dat had ik even niet gezien. Victory Road, leuk, maar... Jezus Christus. Oh, kut. Ik heb hem weer niet opgelet. Ah, man. Eerste gym, leuk. Heb ik niet zoveel aan. Oké, dat was bijna een softlock. Niet te verwarren met nuslock. Niet te verwarren met nuslock, hè? Mm. Ja, ik hoorde het je al doen. Nee, ik hoorde het je niet doen. Daarom waarschuwde ik je ook nog. Anders kon ik je niet waarschuwen. Kan wel, maar niet zoveel nut. Nutting. Die is nutting. Ha, die is nutting. Die is nutting. Kijk, hoe kan je dat zien? Oh, dat leert hij niet. Poke Center, leuk. Maar... Pokettencenter. Pokettencenter. Ik dacht eventjes, yes, ik heb nu een fishing rod, maar die hebben we helemaal niet nodig. Godsamme. Kut. Kering. Nou, nog één keer dan. Weet ik hoe ik daar kom, anders moet ik niet loodsteken. Dat doe ik toch. Oh ja, ik weet het weer. Oké. We in dit stadje zijn. Ah, waarom ben ik steeds mijn muis kwijt? Die loop elke keer is zo fucking irritant. Welke loop? Ja, dat ik elke keer in dezelfde loop zit. Dat er elke keer niks nieuws gebeurt. Ah. Trapping. Oh ja, dat is area. Of, ja, area trapping ability. Dat is kut. Misschien moet je dan meer healen, want dan krijg je toch ook... Wat? Nee, ik zit met mijn ding. Oh, ik wou zeggen, misschien moet je meer healen, want dan krijg je toch ook... Dan kom je ergens random uit, in principe. Ik heb echt een tyfus hekel aan contests. Ja, maar Sander, ik kan heel moeilijk doodgaan, omdat ik een Kyogre heb. Laat maar zitten, fuck de contest. Wie de fuck heeft dit bedacht, überhaupt? De Contest Masters. Miyamoto? Ja, slecht idee ooit. Not gonna lie. Nou, ja, vonden May en Dawn anders niet. Nu ga ik de zout gooien. Wow, heat throwing the salt? Ja, now it's my turn. But he do me not smelling it. Oh, nu ben ik hier weer? Yo, ik snap nu wel wat Mian bedoelt. Ik dacht echt, ik ben op een hele andere plek. Maar ik kon gewoon weer naar een oude plek toe. Helemaal crazy. Crazy als een guy. Oh, hier. Hier ben ik ook eerder geweest. Is dit niet Pokémon Contest? Enter. Moet je wel 7. Oh, boeien. Emote coolness. Maar je moet winnen, hè? Dat... Ja? Dat je, boeien. Dat je het weet. Nou, please wait. I do be waiting. Je hebt hier de rechter gepakt. Je moet de linker. Oh. De rechter is online. Ik zeggen, omdat hij de hele tijd zit te wachten. Ja, nee.
Entry number 4. Ik wil het nog wel spannend tussen jullie twee maken. Ik weet dus niet hoe contest in deze jam werkt. Heel kut. Het is allemaal smart. Het is niet slim. Ik heb ook cool gedaan. Dat is juist slim. Ja, maar ik had cool gedaan, want ik denk... Ariyama fucking cool, man. Als je een safe state hebt gezet, dan kun je er nog... Nee. Fucked up. Fucked up, my dude. Dat wordt het niet, want... Nee, dat wordt hem ook niet. Dit is gewoon ik drie keer kut. Ik snap niet hoe dit werkt, dus we go in. To a beat, zei ik? Ja, volgens mij wel. I'm loving your pizza. Wow. In the Caribbean Seas. Deze gaat wel heel traag in. Ik weet niet of ik dit moet doen, want ik snap er dus geen hol van. Geen holling. Ja, ik doe het wel gewoon. Ik ga het nog één keer proberen en als het lukt, lukt het. Als het niet lukt, dan geef ik het op. Ja, het zuigt. Maar ik heb de rest ook niet echt gevonden, zeg maar nog. Dus. Wat is ook dat tweede? I don't get this contest, man. Ik heb het ook nooit gedaan. Je moet zeg maar, je hebt een bird en dan moet je move doen. En bij je move staat dan wat het doet. Ja, maar zijn die zwarte hartjes, krijg je die ook? Dat wordt dan volgens mij op jou gerekend. Maar je moet zoveel mogelijk hartjes krijgen. En je kan niet twee dingen achter elkaar. Ja, zover was ik. Want dan krijg je strafpunten. Oh, is ziek. Oh, ik had ziek veel, maar nu niet meer. Dat nemen ze van je af. Ja. Poepie, dat zeg ik, poepie. Ik snap er echt geen hol van. Ja, dat probleem had ik dus ook, dus daarom ben ik dat niet gaan doen. Dan kan ik beter wat anders doen. Ja. Kijk maar naar Milaning. Die doet ding ook andere dingen. Hey, oh, volgens mij sta ik wel voor. Ah, dankjewel voor die TM. Kijk, wat is dit dan? Kut, sorry. Swing. Ja! Ja! Heel ziek. Wat? Heb je contest gewonnen? Hey, ik heb gewonnen. Hoe? Ik heb geen idee. Wat maar stond er dan first place? Ja. What the actual fuck? Echt? Ik weet het niet hoe. Ik heb gewoon wat gedaan. Hij maakt het gewoon wel. Wat ziek dit. Kutspel. Heel ziek. Gewoon kutspel. Lekker man. Ja, ik ga dat niet doen. Voor mij was het niet zo kut. Nee. Geef eerlijk toe. Nee, inderdaad. Dat heb je wel goed gedaan. Kijk. Ik sta nog niet laatste. Kom nog wel, maar... Oké. Je hebt wel echt veel loops, inderdaad. Ik snap wel wat Milan bedoelt. Ja, ik heb er echt extra veel last van, zeg maar, deze. Ik heb er niet zoveel last van, per se, maar ik zie wel wat je bedoelt. Dat wil ik ook even gezegd hebben. Dat is fijn. En ik voel je pijn, ondanks dat we tegenstanders zijn. Hey, dat rijmt! Holy damn! Ik ben zo goed, hè? Ja, dit is goed, ja. Dit is wel een dep waard. Dep. Yo, you do be burning up, Ing. Hij heeft zo'n heel nodig. Zo'n burn-heel. Oh. Kibooming. Torkoal. Dat is van die anime. Is dat een anime? Ja, Ash had die in de anime. Oh ja, dat is waar. Net als zo'n core vies, vies, vies. Dat kan ik niet met deze stem. Core vies, vies, vies. Die, ja. Hij doet het wel. Milan doet het even voor me, want ik kan het niet. Maakt niet uit, Sundering. Wij snappen. Kijk. En dat is waarom Nano zo'n chille guy Ing is. Nee! Hij is gewoon acceptabel. Ja, je bent wel een chille guy Ing. Nee, ik maakte een fout, maar ik dacht nu... Oh, wacht, ik heb een safe state gezet. Easy winning. Oh ja, safe state, dankjewel. Yo, Weather Instituting?
Oh, misschien kan ik hier een Nuzleaf vangen. Volgens mij niet, maar... Wel een Line Noon. Oh. Hoe heb jij een Pokémon 60 pp? Moet ik dat... Nee, ga ik niet zeggen. Wauw. Wow. Wat? Dat is onmogelijk. Hé, ik sta weer laatste. Jee. Oddish. Kut! Ik heb geen balls. No balls, no balls. Ja, voordeel voor jou is dat je Oddish ongeveer op zo'n beetje elke plek in deze game kan vangen. Waar een jungle is dan tenminste. Hé, hey, dus Slugma. Ben ik hier weer? We hebben een safe stateje. Oh, dan ben ik nu weer hier. Ja. Wat kan ik coping? Frick. Moet I am coping. Omkoping? Hé, hey, dat is illegaal. Illegaling. Inderdading. Volgens mij heb ik de... Ik heb echt het gevoel dat ik deze allemaal al een keer verslagen heb. Maar ik heb ook een keer natuurlijk die safe state verneukt. Misschien is dat het. Hoe kwam ik bij de Myth, de Legend... Ja, deze. De Myth, de Legend, John Cena. Ultraballs. Ik kan ook gewoon ultraballs kopen. Echt drie maar. Oh, kut. Nou, hier wil ik niet naartoe. Oh! Hey, okay. Hier heb je hem gevonden. De Kyogre Ring. Kyogre Ring. Ah, nee. Ik ga het niet doen. Ik weet dus niet meer hoe ik daar kwam. Maar ik zo net was. Ik denk met magische poeder. Denk ik ook niet. Oh, daar kom ik nooit meer. Op deze manier. Hier ben ik gekomen. En dan kom ik weer hier. Cave of Origin. Origine. Aubergine. Aubergine of origine? Aubergine. Dat is wel een groot verschil. Ja, er zit wel een klein beetje een verschil in. Klein beetje, zegt hij ook nog. Ja, één van de twee. Ik weet het niet zeker. Yo, ik kan escape rope doen. Dat is wel risky. Risky? So I'm going to saving. Risky? Ik weet niet welke slots ik iets nuttigs heb gesaved. Use. Oh, dan kom je gewoon daar uit, wat kut. Oh, hier ben ik ook eerder geweest. Godver. Oh, wauw. Dat is een gigantisch kut rondje. Oké. Okay. Ja, die ga ik niet doen. Fuck dat. Complete trickhouse rooms. Maar dat is toch ook gewoon... ik ben wel bij dit einde gekomen, maar... Ik ben nog nooit in een van die kamers terechtgekomen. Jullie? Lekker niet. Nee, die trickhouse. Nee. Oh, trouwens, deze heb ik ook. Nee. Ik weet ook niet hoe... Ik ben wel bij het einde gekomen, maar van die guy zelf. Mm-hmm. Zeg maar. Hoe je dan verder moet in gewoon een normale kamer, dat weet ik niet. Maar ja, dat... misschien dat iemand hem nog kan vinden vandaag. Who knows. We hebben nog een uur. Ja. Dus, alle tijd. Alle taart van de wereld. Oh, nee. Oh, dit is een probleem, ja. Oh, trouwens, maat, ik heb gewoon een rare candy. Wat ben ik nou moeilijk aan het doen? Hier. Judith. Huts. En dan heb ik ook deze. Huts. Ah, frick. Dat is wel goed. Heel goed van ding. Je. Ja. Ik ga nog even dubbel checken. 4, 5, 6. Ah, hier zit je geen andere. Easy winning. Ah, dat is kut. Inderdaad. Oh. Rayquaza ook gevonden.
Nice. Heb je de Master Ball al? Nee. Ah, setting. Ja, jij wel hè? Nee. Nee, zoveel geluk heb ik niet. Misschien dat het nog komt. Ik denk dat ik vast zit. Dat ik dat gedaan heb. Nee, ik heb geen zin in. Kijk, was ik hier al in geweest? Ja. 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 Dat is zo'n ghost girl. Zo'n geestig meisje. Ja. Ja, ik zit vast. Oh, dat is ook een geestig meisje, maar niet de goede. Kijk. Wat is dit? Oh. Ik heb volgens mij dit nog niet gecheckt. Oh, dit heb ik wel gecheckt. Hier, deze die heb ik nog niet. Oké, dit is nutteloos. Nutteloos? Oh, bij die is nuttelozing. Nutteloosheid. Ik weet niet of ik hier doorheen kom. Oh. Oh, dat is me gelukt. Nice. Dat is zieking. Doe die maar weer voorop. Anders gaat het weer fout in. Oké, dit lukt dat. Wel even een safe state. Oh, dan ben ik weer hier. Oké, misschien moet ik eventjes. Oké. Hey, dat heb ik nog niet gedaan. Risk it for the biscuit. Let's go. Helemaal terug. Helemaal. Helemaal die kant. You're going to risking hitting? Ja, ik ga helemaal terug. Helemaal geen safe state of wat. Helemaal terug. Oh, ik moet wel een stukje naar boven. Oh, en ik word geforceerd om een dubbel bed te doen. Hey, same. Ja. Kinda not. Not fun chat. Godver. Oh, maar ik ben er wel door die guy heen. Dat is een idee. En dan gaan we weer door. Oké. Gaan we kijken wat hier is. Helemaal niks. Nou, dat zou ik niet durven zeggen. Ja. Tuurlijk kan ik niet. Oh. Oh, hier heb ik ook niks aan. En dan denk je, yes, eindelijk. I'm finding something new in. Toch niet, ding. En dan heb je er niks aan, want dan is dat een one way, weet je wel. Dus dan kun je alleen nog maar terug. One way ticket. Way down we go. Ja. Yeah. En deze gastje. En dan is de rest allemaal fucking, hoe heet dat? HM shit die ik niet heb. Leuk, Frank. Ik word zo vrolijk hier. Ik word vandaag niet vrolijk. Zo vrolijk, zo vrolijk. Oh, dit is echt nieuw. Proberen. Ja, die lijntjes zijn wel scary. Kutzooi! Hier kom je zeker niet meer uit. Freak. Oké, het is niet helemaal softlock. Klein beetje maar. Een klein beetje softlock. Nee, ik was bij zo'n Reggie, weet je wel, dat je Braille moet lezen. Ah. Daar kom ik uit, dus ik weet nu dat ik sowieso niet meer terug kan. Dus dat is niet helemaal softlock, maar ik kan wel gewoon verder. Een klein beetje verder gaan. Kijk, die moet ik even wisselen. Ah, knock-off is echt slecht in deze gen. Ah, nu ga ik dood. Ja, knock-off is maar 20 base. Ja. Ik dacht dat we willen het niet te makkelijk voor hem maken. Nee, nou, dat heb ik door. Ja. Fury Cut is ook kut. Het zit wel ook in de naam. Dus op zich moet ik daar niet over zeiken. Dat noemen ze ook wel redelijk duidelijk. Dat noemen ze ook wel klinkklare Aid Stevens.
niet. Ah, dat gehad. Stond niet in de naam. Zie je wel, dus zo heel gek dat ik dat niet door had. Oh, die evolueert ook gewoon. Fuck. Ja. Dat is wel ziek. Ultraballing, oké. Okay. Dan moet ik wel heel veel healen. Godsamme. Ik ben niet de healer. Ik heb 1 max potion. Ik wou dus eigenlijk mijn growth al gaan trainen. Maar dat is helemaal niet meer nodig, want ik heb al nu al de 6e evolutie. Dat is op zich wel chill. Nice. Wil ik die orders eigenlijk weer vinden? Oh. Okay. Ja, ik ga ook op zoek naar die, die geile oddish. Geile plantenbal. Wat is die plant? Wat je geil noemt. Ja. Hé, daar is hij. Knock-off. Doet te weinig. En dat KO'd. Wingull die we niet nodig hebben. Winging it. Oh, dat is natuurlijk wel chill. Ik weet alleen niet. Oh, die stomme Mighty Ant. Ah, oh, hè, eindelijk. Je had echt zo'n zin om mij te laten pikeren. Oké, Nick. Zit hier misschien? Nick reed. Daar is hij. Wat heb je gehaald? Een Odyssey. Wat ik er bezig in. Ja. Hij staat weer voor, hè? Kijk, wie is dit? Dit is een Hexmaniac. Dus die, die kan ik skipping. Welke route is dit? Ah, fuck. Ik kan niet kijken. Geen Oran. Dit is. Oeh. Waar ben ik nu? Ja, dit gaat fout. Oh, wacht. Pokemon, dit is een Psychic King Guying. Ik heb een kledel. Ik ook al. Nice. Dus als ik zo meteen even switch, dan maak ik wel eerst de Fighting Guy af. Zie, hij is hier wel. Ik wist het. Kijk, nu kan ik kledel. Oké. Okay. Dit is een beetje kut. Bedoelen ze met beat psychic een psychic persoon? Ja. Oh. Ah. Dat had ik ook niet verwacht eigenlijk. Heb ik een potion? Nee, ik heb alleen een revival herb. Oké, okay, dus ik moet kledel zelfs. Nee, niet switch, want ik heb nog maar één Pokémon. Switch? Die heb ik. Ik heb zo'n Switch. Switch Ruin. Oké, daar gaat de kledel, maar... Ik kan hem... Stomme Ariyama. Ik kan de Revive Orb gebruiken. De kledel. Ja, en dan maak ik ze Onish af en dan kan ik de kledel weer inzetten. En nu is het gedaan in met deze Psychic King Pokémon in training. Kaboom! Eng. Oh, ben ik hier weer. Oké. Okay. Ik weet ook even niet wat ik nog kan doen. Beat the Psychic, beat to Tropius. Dat is niet zo. Oké. Wacht, welke route is dit? 118.
Oké, dan gaan we die kant op. Hallo. Hallo, Steven. Fucking fisherman. Oké, dag fisherman. Oké, please kill me. Please kill me. Dat je dat ooit eens zou horen zeggen, door Zandering. Ja, maar het heeft een reden. Dit is zo'n psychic man mail. En nu ik weet waar die zit, dan wil ik graag dood. Want dan hoef ik niet een andere psychic man mail te zoeken. Dat is wel een goede inderdaad. Kijk, een man veel bereikt. Oh, die stomme hier nog mee eens even hangen. Kom op, Ralt, doe dat niet zo moeilijk. Ja, deze trainer kan ik niet verslaan. Wacht, dit is 117? Hey, Trickhouse. Oh. Ah, vandaar dat jij... Oh, wacht maar, je bent... Laat maar. Oh, wacht, je had wel die... Jij had toch die Oddish en die... En die... Wat was het? Illumissie achter elkaar, toch? Ja. Ah. Dat is de strategie dus. Dat klopt, ja. Oké, misschien is dit toch niet, toch? Kijk dan. Kan je in godsnaam niet een secret vinden? Ja, what the fuck, hè? Ja. Ik zie 5000 Oddish. Ik denk dat ik nog eerder vol niet tegenkom. Mm-hmm. Meryl, wacht. Oh, dit is compleet nieuw voor mij. Area. Oh, altijd Gen 6. Ja, dik doei, 1%. Full beat. Yo, en Steven! Daar zie je. Steven Stoning. Chill. Ja, die stone guy. Die stoning wil worden gestoond. Hij ziet er niet heel erg van steen uit, maar... stoned. Misschien is hij wel stoned. Dat zou goed kunnen, maar... Nou, een kaart achterstand. Zou me niks verbazen. Ah, kut. Ik zit me nu te bedenken. Ik had gewoon nog zo'n type boosting evolution item. Fuck. Oh, ik ben hier. Nee, ik kan wel zelf destruct. Doei. Kom hier uit. Volgens mij was het daar ook nog eentje. Fuck, wat moet ik nou nog doen? 4 type boost. Ja, dat gaat me niet. Geen rocking smashing. Oh, hier zit ook gewoon die psychic. Een psychic. Die had ik veel makkelijker kunnen verslaan. Nou ja. Yo, de Ashing Route. Dit is van die guy van de anime, toch? De Ash Route. Ja, volgens mij wel. Wat bedoel je? Zo heet die guy uit die anime, toch? Van Pokémon. Ja. Ash. En dit is de Ash Route. Oh! Dit is zijn route. Oh, die fiets. Ah. Ja, dat is die hele coole route. Ah, shit. Schreeuw al Formule 1. Ik denk dat Max weer niet heeft gewonnen. Dat hij weer aan het verliezen is. Ja, ik geef niet veel om Formule 1, dus... Kan je de Mystic Water niet halen in Emerald? Dat weet ik niet. Oh, daar kom ik van niet aan. Oké. Ik heb geen idee, maat. Kut. Misschien dat het een held item is bij bepaalde Pokémon. Niet gewoon een overworld item. Ja. Yeah. Blijkbaar. Wat idee. Weer terug. Dan weer hier weer. De volgende. Fuck. Ook weer in de trainer. Ja, dik doei. Vond die vorige Big Up kaart wel leuker. Ja.
Maar daarom... ja, dan snap ik dat jij dat leuker vindt. Nee, maar ook gewoon omdat er dingen op staan waarvan je wat makkelijker erbij kan, weet je. Hier zit echt dingen in van, ja... Nou ja, Sander, die is het wel gelukt om een contest te halen, maar... Ja, dat is ook het enige wat ik heb, wat jullie niet hebben, volgens mij. Ja, klopt. Ja. God. Ik dacht nog in het begin van, oh, ik ga best wel oké. Okay. Maar ja, dat had ik niet moeten denken, want nu sta ik weer aan laatste. Tja, kijk, focus, punch. Focusing, the punching. Oh, focusing, nee, hier is helemaal niks verder. Ah nee, moet ik weer tegen. Ja, ik ga dood. Wacht, is Dustox niet een psychic type? Nee, poison bug. Nee. Sad. Hij krijgt psychic, maar... Ja, dat wel. Maar dat hebben we al meer. Dat zegt niet over zijn type. Hij krijgt geen psychic, of maar confusion. Ook goed. Confusion en... denk ook Psybeam. Ja. Nou ja, daar heeft hij ook wel wat aan op zich. Hier heb ik... Oh, je kon ook gewoon zo een dingetje verslaan. Dat ook gekund. Ik weet even niet waar ik nou op zoek ben. Je bent een beetje einde raad. Hebben jullie dat niet ook? Dat je niet weet wat je nu moet doen? Nou, niet bepaald op het moment, maar... Oh, ik heb dus geen idee. Ik wil graag... Die Illumise, want die is wel redelijk te doen, maar ik heb geen idee, hoe ga ik daar ooit komen? Dat had ik dus in het begin, de tijd, dat ik in een soort loop zat, dat ik elke keer niet bij nieuwe steden kwam. Hey. Ah, fuck me. Ik heb hier wel die Kyogre, maar daar heb ik niet zoveel aan. Ah, man. Oh. Moet wel zeggen, inderdaad, dat ook best wel veel... gelinkt is, zeg maar, met elkaar. Ja. True. Ik zit nu dat te klinkt bedenken... logisch, maar... Ja, maak me nog even over, sorry. Veel, zeg maar, wat gelinkt is met plaatsen waar je makkelijk komt. Ja. True. Dat. Ik zit me nu te bedenken... die coin case, daar moet je ook een bepaald huisje voor vinden. Mm-hmm. Ik heb al wel een van de starter dolls nu. Vraag me niet hoe, maar... Ik ook, ik heb een Trico doll gekregen. Van dat vrouwtje die naast de Game Corner mevrouw is staan. Ah, ik heb een Mudkip doll gekregen. Ah, dan ligt het waarschijnlijk aan je starter. Mm-hmm. Ah, dus jij bent voor de Trico gegaan. Dat mag. Ja, dat mag zeker. Anders had ik het niet gedaan. Oh, je hebt ook Trico. Ja. Ah. De grootste fout van mijn leven. Nee, dat is niet waar. Yo, Silcoon, die heb ik. Oh, hoe kom ik hier weer? Of heb ik hier... Ik heb wel zo'n master balling. Max potion. Oh. Je hebt master balling. Ik ben nog niet geweest. Oh, je gaat er... Ja, daar heb ik niks aan. Nee. Je hebt al een Kyogre ring. Maar dan fixt hij gewoon Rayquaza. En heeft hij ze allebei. Ik dacht dat hier ook nog wat lag. Maar dat is dus in het fucking. Leidt ook niet echt naar iets. Ik zit nu een beetje hetzelfde als waar Milan mee zat, denk ik. Ik zit vast in al die loops. Mm-hmm. Oh. Ik needing. Lucky meeting. Oh, tegen zo'n bugcatcher met echt 500 van die Pokémon. Van level 3 die ik easy kan verslaan, maar het kost gewoon tijd en zo. Ja, niet leuk. Dead do being butt catchering. Heel zuiging. Oh, kan ik ook nog die... Oh, ik krijg een Grey Ball straks als ik deze guy versla. Wat ik sowieso ga doen, maar... Yo, ik heb een Grey Ball, wat ziek, yay. Heel ziek zelfs. Heel ziek, ja. Niet. Ultra Ball. Kut. Please, zeg maar dat je hier... Oh, ja. No! Kom je bij het begin uit? Serious? Zucht. Zucht. Hele dikke zucht. Hele ultra zucht, denk ik zelfs, joh. Echt. Ultra zucht en moon? Ultra zucht en moon. Ultra zucht en moon. Oh, twee oranberries.
nog 8 te gaan. Kijken. Ik zat op 6. Weer zo'n boompje vinden. Maar dat zit er voorlopig niet in. Kijk, wat is dit? Oh ja. Die rich chick. Oké. Dankjewel. Oh, een gym leader. Daar heb ik niet zoveel aan. Dat is niet helemaal wat ik nu zoek. Ah ja. Wat is dit ook weer? Nevelblok. Dit liep dood. En dit was kut. Ja, dat kan ik helemaal niet. Don't gravel fur 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 fur. Gravel fur 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 fur. Vind ik anders gewoon een Graveler Furfurfur gevonden. Ja, eigenlijk vind ik dan. Ja, dat mag. Tegenwoordig gewoon. Eigenlijk vind ik dan dat hij heeft gewonnen omdat hij de Graveler Furfurfur. Ja, vind ik ook. Oeh, dat is een hele interessante. Dat vind ik ook. Dat vind ik ook een interessante dat hij een Graveler Furfurfur heeft gevonden. Hi, what's your name? En ook al Call Me Slug Ma, hè? Eerder. Of was het de vorige? Weet ik niet meer. Dat was de vorige, ja. Die had je in de vorige gevonden. Wacht, I have an idea. Een ID-ing. Yo, dat is wel ziek. Heb je ook een ID-ing, een linking? Nee. Een linking de ID-ings. Ja. Crazy. Zou ik haast durven zeggen. Hij is ook zo'n crazy guy. Mm-hmm. Wel. Dat wist ik ook wel, eigenlijk. Maar daar ben je wel ook zo verbaasd in. Ja. Oh, dus Kyogre weer. Ah, die hoeft niet. Toch geen Master Ball in. Oh. Oh, dit is wel kut. Ik heb gekeken voor die Spellon Berry. Ja. Dat is bij zo'n vrouw op route 123 toch? Ja, maar het is een randoming. Oh, dat is heel sad. Ze moet dan een bepaalde phrase zeggen. En als ze dat niet zegt, dan krijg je een andere berry. Wauw. Dus, wauw, wat neem. Dus heel erg lucky moet je zijn, Ing. Oh, hier kan ik ook, denk ik. Maar daaronder. Oké. Okay. Dat is ook je. Dat is iets. Maar daaronder kan ik niet, want ik heb geen Rock Smash. Rock Smash! You don't have to put on the red light, toevallig? Ja, die ja. Glenstack. Zeg! Was het maar die andere. Dan had ik die type boosting items. Ik moet er nog maar één. Ah, dit is weer die Kyogre. Nee. I'm not gonna waste my time. Ja, dan moet ik maar hier verder, I guess. Protect. Nou, daar heb je veel aan. Detect? Ja. E-bit connect. Dat is zo'n move. Ja, dat is wel een... Ken je die niet? Ja, dat is een move. Ik ken die move. Wat een Pokémoning is toevallig. Dat is een hele goede move. Een hele goede move. Nee, juist niet. Oh. Dat is wat de overheid wil dat je denkt, maar... Oh, dat is de overheid. Ja. Ah, dat verklaart hem. Lombre. Ah, nee, nu heb ik... Niet zo... Ja, niet zo. Sombre. Met die lombre. Ah, alsjeblieft. Oké, Sondering. Als jij dat zegt, dan doe ik niet zo zedding. Yo, ik heb een cashform. Daar heb ik echt niks aan. Leuk. Oh, ik besef me nu iets, maar dat ga ik niet zeggen. Dat die cashform een Mystic Water vast heeft. Kut. Ja. Dat besef ik me nu. Dan moet ik de cashforming gaan zoeken. The Sturf Journal Lane. It's a one-way street. One-way ticket.
Ja, zo eentje, ja. Volgens mij is dit letterlijk, volgens mij... Omdat ik van die ledge afgesprongen ben. Die ben ik al geweest. Kutzooi. Ja, dat is wel heel kut. Oh, trouwens. Ja, en ik heb heel lang geen C-state gedaan, volgens mij. Dat is wel helemaal kut. Ik kan in deze emulator ook niet zien wat de laatste C-state was, zeker. Er staat de tijd bij, dacht ik. Ja, bij mij niet. Oh. Dan gebruik jij waarschijnlijk een andere... Hey. Gebruik je niet Visual Boy? Jawel. Ja, bij Visual Boy kan je gewoon zien welke datum en tijdstip erbij staat. Mij niet. Dat... Nee. Ik heb het bij deze mee wel, maar... Ik zou bijna zeggen dat het onmogelijk is, maar... Who knows? Het is toch echt zo? Who knows? Misschien... is de cracky versie. Dat kan allemaal. Een rare candy, ja. Dat is echt waar ik nu niet wat ik moet doen. Wat ik wel kan doen is gewoon saven. Quitting en Pokémon Sword and Shield opstarten voor een tweede Shiny Growlithe. Dit is heel lang geleden. Die gaan we niet doen. Hetzelfde stadje, net zo lang geleden bijna. Gaan we ook niet doen. Het is nog langer geleden, joh. Mount Chimney moet je eerst fucking al die grunts verslaan. 103. Is dat niet hier? 102. Ja, 103 is kut, want dan moet je kut voor hebben. Nee toch? Oh. Ja. Fuck. Om ze alle achter te kunnen verslaan, moet je kut. Is dat boven, of naast, hoe heet het? Kut, hoe heet die route ook weer? Stad. Het is boven Odeel en dan naar rechts, zeg maar. Boven Oldale. Oh, daar! Ja, nee, dat wordt hem niet. Even kijken hoeveel heb ik er nu. Ik denk dat ik het officieel op ga geven. Ik zou echt niet weten. Ja, dan zou ik echt heel veel. Oh, dat was heel dom van me. Nando, ik denk dat ik het bereid ben ook om op te geven dat ik jou de win geef. Ai, als je twee tellen hebt, ik pak nog twee oranberries op. Ai, 10 oranberries. Ik denk dat ik hem ook opgeef. Ik loop elke keer alleen maar rondjes. Elk rondje is hetzelfde, in plaats van anders. Ah, dat is wel heel zuur. Dus nee, dit gaat hem niet meer worden. Niemand heeft een bingo. Nee. Nee. Maar ik vond het wel weer leuk. Ja, wacht even, één momentje hoor. Sander, heb je een HM aan een Pokémon geleerd? Ik heb geen HM. Ah, jammer. Ja, oké, dat was mijn enige vraag nog. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos. Later. See you.